Als laatste heb ik het over de nurture van perceptie, dus de aangeleerde kant. Hierbij hoort de term op leren gebaseerde inferentie. Dat betekent dat onze perceptie voornamelijk vorm krijgt door onze ervaringen die we hebben. Niet door aangeboren factoren, maar gewoon door wat we meemaken. Nou, belangrijke aspecten daarbij is dat onze waarneming beïnvloed wordt door de context en de verwachtingen die we hebben, door de perceptuele predispositie en door culturele invloeden op perceptie. Van alle drie zal ik een voorbeeld geven. In eerste instantie de context en verwachtingen. De context waarin we iets waarnemen bepaalt ook wat we waarnemen. In dit voorbeeld zie je het middelste. En wat nemen we waar? Nemen we nou een B of een 13 waar? Dat heeft heel erg te maken met wat zien we daar omheen? De context. En wat verwachten we dan wat daartussen komt te vallen? En daarmee maakt het of een A, B, C of een 12, 13, 14. Hebben we het over perceptuele predispositie? Ja, dat heeft veel meer met onze persoonlijkheid te maken die we ontwikkeld hebben. En daarmee hebben we sneller voorkeuren voor dingen die we willen zien. In dit plaatje verschilt het per persoon wat je nou als eerste ziet. Zie je nou als eerste een lachend mannetje of als eerste een muis? Dat heeft dus heel erg te maken met waar was je op dat moment over aan het denken. Als je net een documentaire gezien hebt over muizen, zul je hier veel sneller een muis in zien. Of als je heel erg vrolijk bent, dan zul je sneller hier een vrolijk mannetje in zien. Het heeft te maken met je perceptuele predispositie, je voorkeur. En als laatste de culturele invloeden op perceptie. En dan kom ik weer terug op deze Müller-Leyer-illusie. Waarbij je twee streepjes ziet die exact even lang zijn, maar waar de context invloed heeft. Alleen de context heeft ook nog eens invloed, omdat we vanuit de cultuur geleerd hebben hoe iets werkt. Nou, waarom is dit nu dat je dat ene lijntje korter ziet dan de ander? Het heeft met deze culturele invloed te maken. Wij zijn in onze omgeving gewend dat als we zo'n soort lijn zien, waarin de hulplijntjes, de pijltjes, naar binnen vallen, dat iets is wat naar voren steekt, dus dat dichterbij is. En dat op het moment dat bij de lijntjes, de pijltjes naar buiten vallen, dat verder weg staat. Nou, dat corrigeren we in ons hoofd. En dan weten we, als dat verder weg staat, en op het oog zijn de lijntjes even lang, dan zal dit lijntje dus wel groter zijn. Nou, dat heeft heel erg met onze culturele invloed te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Zulu's in Afrika, die wonen in ronde hutten, die zijn veel minder gewend, of eigenlijk bijna niet gewend, om zulke soort perspectieven te zien. En die zullen veel minder beïnvloed worden door deze, met name door deze truc. Dit is er ook een bekende bij. Ook de achtergrond, de context, maar ook wat je ervan geleerd hebt. Het lijkt natuurlijk dat achterste gele lijntje, dat groter is. Ik hoor mezelf al zeggen, het achterste gele lijntje, maar ik bedoel natuurlijk het bovenste gele lijntje. Het lijkt alsof er een rails is en wij weten hoe verder iets op de rails is. Hoe groter dat waarschijnlijk wel zal zijn. Dat is de culturele invloed op perceptie. Waarnemen hierbij is dus betekenis verlenen aan wat ik zie. Het is een onbewust proces, maar wel actief. Wij zijn continu aan het waarnemen en in onze hersenen we maken dan keuzes. Wat zie ik erin? Wat is er daarin? En welke verwachtingen we daar hebben? Wat er allemaal omheen gebeurt? Ja, dat maakt hoe we waarnemen. En daarin kunnen we best wel eens gestuurd en gemanipuleerd worden. Dank jullie voor het kijken.